President Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 8 juli 2021 uit handen van politiek analist Hardew Ramadien een verslag over de verkiezingen van 25 mei 2020 ontvangen. Het boekwerk genaamd Dynamiek in de Politiek 4 handelt over de ontwikkelingen rondom de verkiezingen. Dit boek gaat over de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020. Na elke verkiezing, en duurt het aantal jaren, ik heb de uitslag van de verkiezingen van 2005, 2010 en 2014 eerder al geanalyseerd. En dit heb ik de uitslag van de verkiezingen van 2020. Alle districten, alle politieke partijen zijn hierin te vinden wat de sterkte van hun is per stembureau, per resort, per kandidaat. Dus ik is bijna kan zeggen, het is een soort woordenboek. Als je iets wil opzoeken en als je me zegt, ik ben kandidaat van Saramaka. En ik heb 1500 stemmen gehad, terwijl ik 30 stemmen gehad heb. Met dat boy, geef me 15 seconden de tijd. Ik maak Saramaka open en ik heb jouw naam daar met dat boy Nolie. Je hebt 31 stemmen gehad. Alles is in die vastgelegd. En dat is goed voor mensen die analyses maken. Ook voor de politieke partijen die analyses maken. Maar vooral voor de jeugd. Studenten die regelmatig opdracht kregen om iets te schrijven. Hoe er RL-lid wordt gekozen, hoe er DNA-lid wordt gekozen. Heb ik een hoofdstuk daaraan gebruikt. Hoe wordt iemand via voorkeur gekozen. Dat soort dingen ga je ook hierin vinden. En dat is belangrijk voor jonge mensen die in de politieke arena komen. En ik zeg altijd, voordat je de politieke arena gaat, moet je toch de basisdingen kennen. Hoeveel stemmen zij behaald hebben en de mensen die bedankt hebben wie hun opvolgers zijn. Dus je kan in gewoon, als je dit boek openmaakt, je gaat het vinden in andere documenten. Maar dan heb je een idee van, de man die ben daar, ze zijn gekozen, ze zijn me bedankt. En daarna ook politici heb ik in beeld gebracht. En het gaat niet alleen om mensen die in de politieke arena zitten. Ik ben journalist, dus mijn vriend Wayne Tellig is ook hier in beeld. En dat zijn mensen die ook elke week zie je een politiek programma van hem bij Appinti, to the point. Dus we proberen ook mensen in beeld te brengen. Je ziet hier, dat zijn de DNA-leden van Marewijne, toevallig. Dat is het district Marewijne. Meneer Brunswijk is president en daar zie je wie... Vice-president. En dan hebben we gezien wie hem opgevolgd heeft. Dus je kunt alles in dit boek vinden. Het is leerrijk. Het is vandaag de dag wil niemand meer een boek drukken. De papierkosten zijn zwaar. Al mijn vrienden die ik nu opbel, die boeken uit, want die mensen kunnen niet betalen. Het is duur, vooral met de hele ontwikkeling van de koers. Maar toch durf ik wat te schrijven. Er zijn mensen die toch kopen. En dat je uit de kosten kan raken.